Dit is Esther Lambrecht, bekend als La Esterella. Ze is geboren in het jaar 1919, op 7 mei. Ze woonde in de Essenstraat en later in de Kerkstraat. O, lieve vrouwen. Ze werd ook bekend in het buitenland. Esther was een naaister. Haar talent werd ontdekt in een talentenjacht in 1940. Charlie Slamovic werd haar manager. Ze veranderde haar naam naar La Esterella. Dat werd ook haar showbiznaam. Na een tijdje traden ze met haar manager Charlie. Haar bekendste hit is O Lieve Vrouwen Toren. Lieve Vrouwen Toren. Ze is ook een van de eerste die in het buitenland is gaan zingen. Als ze naar het buitenland ging, zong ze vooral Engelstalig. Ze was de eerste Belgische artiest op internationaal tv. En dan praten we vooral over de BBC TV van Engeland. Toen haar man ziek werd, stopte ze met zingen. Toen hij stierf, ging ze terug zingen en maakte ze een comeback. Oh, lieve vrouwen toren. Ze stierf helaas in 2011. Haar begrafenisplechtigheid was in de kathedraal van Antwerpen, waarover haar grootste hit ging. Oh, lieve vrouwen toren. Oh, lieve vrouwen toren.